Multitile. Meer informatie op garagevloer.be. Wie dacht dat ik alleen maar zou klussen en verbouwen in mijn huis en mijn tuin, die zal daar nu wel anders over denken. Want ik sta hier op de speelplaats van een basisschool. Kinderen van 2 tot 12 dus. En ze hebben hier heel wat nieuwe speeltoestellen gekocht die nog geïnstalleerd moeten worden. En ik heb ze meteen deze tegels aangeraden om snel kleurrijke en propere vloeren mee te leggen. Roger begint met de vloeren. Hier onder het afdak gaat hij als verfraaiing een rechthoekvorm leggen om tafels op te plaatsen. De ondergrond is ongeveer vlak en dat betekent dat hij geschikt is om deze PVC-tegels er rechtstreeks op te plaatsen. Primers, lijmen of onderlagen komen hier niet aan te pas. Deze tegels haken gewoon in elkaar met een puzzelsysteem en verder is er geen bevestiging nodig. Hij werkt van het midden naar de buitenkant toe, dus niet rij per rij. De reden daarvoor is dat hij zo spanningen in het geheel opvangt. Ik zou de tegels hier gemakkelijk op maat kunnen zagen om tot tegen de muur te werken. Maar ik wil er een soort tapijt mee maken. En voor een mooie afwerking moet dat dan natuurlijk ook afgeboord worden. En daarvoor gebruik ik deze randtegels. De randtegels zijn smaller en hebben aan één lange zijde een afschuining in plaats van een puzzelstructuur. Uiteraard bestaan er dan ook kleine vierkantjes met twee afgeschuinde zijden om de hoeken mee te vervolledigen. De tegels bestaan in veel verschillende kleuren met allemaal dezelfde puzzelstructuur. Zo kan je alle kleuren onderling combineren waar je maar wil. Je kan de tegels zowel binnen als buiten gebruiken, want het materiaal waaruit ze gemaakt zijn, PVC, is bestand tegen koude, hitte, regen en UV-licht. In deze zeshoek, helemaal buiten op de speelplaats, gaat Roger ook tegels leggen. Hier kiest hij voor een geperforeerde variant met kleine voetjes onderaan. Het voordeel daarvan is dat het regenwater ertussen loopt en dat er een luchtstroom onder kan, zodat het materiaal en de vloer eronder weer snel opdrogen na regenweer. Hier moet Roger natuurlijk wel tegels verzagen en dat gaat probleemloos met de decoupeerzaag. De tegels kunnen ook dienen voor binnen in huis. Niet alleen in de garage, kelder of bergplaats, maar ook in een speelruimte of kinderkamer. Hier is een kleurrijke combinatie geschikt om de vloer van een kleuterklas mee op te fleuren. En om de ondergrond iets minder hard en minder koud te doen aanvoelen.